Aan de westkant van Veldhoven wordt de komende jaren de nieuwe wijk Zilverakkers gebouwd. Voor de bouw van start ging, is in 2016 en begin 2017 grootschalig archeologisch onderzoek gedaan. Een gebied van 15 hectare is met proefsleuven onderzocht. Meerdere nederzettingen uit diverse perioden zijn gevonden. Dit zijn sporen van een middeleeuwse nederzetting. Aardewerk is opgegraven en zal in sommige gevallen gerestaureerd worden. De grootste verrassing was echter de vondst van een middeleeuws grafveld. Het veld bevatte 21 graven uit eind 7e en begin 8e eeuw. Dat is de Merovingische tijd, een tijd waarin Frankische koningen over onder andere het huidige Nederland regeerden. De opgraving van het grafveld begon enkele weken nadat de grootschalige opgravingen waren afgerond. 2 dagen na de start was een eerste openmiddag voor het publiek. Dit zal zo'n stuk van zo'n kwadrant zijn. En dit hier, dit bolle, de binnenkant van zo'n schildknop. Dat ziet er nou allemaal niet uit en we laten dat zo bij elkaar zitten. Martine van Haperen is gespecialiseerd in middeleeuwse graven en helpt bij deze opgraving als vrijwilliger. Ja, ik ben gepromoveerd op vroeg middeleeuwse graven en dan vooral op graven die na de begrafenis opnieuw zijn geopend. Dat kan vrij snel na de begrafenis plaatsvinden, binnen 1 generatie, maar ook daarna. Ongeveer de helft van de graaf wordt binnen 1 generatie geopend. De andere helft wordt in ieder geval binnen de gebruiksperiode van het grafveld geopend. En dat wordt vaak gedacht dat dat grafroof is. Dat is de traditionele interpretatie. Maar er worden zoveel graven geopend, ongeveer de helft van de graven, dat het bijna niet kan dat dat een criminele praktijk is geweest. En als je kijkt hoe de graven eruit zien, dan zie je dat er heel veel objecten blijven liggen. En dat ze zich vooral richten op mannengraven, die niet per se de meest waardevolle objecten bevatten, qua edelmetalen en dat soort dingen. En daaruit blijkt eigenlijk dat er waarschijnlijk veel meer een culturele en sociale kant aan zit. En dat het niet puur om het geld te doen is, niet puur economisch gemotiveerd. En daarom heb ik daar verder over nagedacht van wat zou dat dan kunnen betekenen. En daar zou je bijvoorbeeld een link kunnen leggen met de cultus van heilige relieken. Dat begint in dezelfde periode als dat hier graven worden geopend. Gaan ze vanuit de katholieke kerk graven van heiligen openen en daar relieken uitnemen. En het zou kunnen dat er hier iets vergelijkbaars aan de hand is. Dat ze relieken van voorouders aan het verzamelen zijn. En dan kiezen ze dus specifieke belangrijke voorouders uit. En verzamelen ze daar specifieke objecten van. En misschien ook botmateriaal. Nou, ik sta hier eigenlijk midden in een heel groot graf. Wat we hier hebben is nog maar de helft. Aan die andere kant is nog een helft die we later gaan opgraven. En waar ik nu sta, daar was de grafkist. Of de grafkuil, sorry. Die hebben we als eerste verwijderd. En hier in het midden zie je nog de kist. En die zie je dus heel duidelijk. Zie je hier nog een bandje lopen, een grijs bandje. En dat was de wand van de kist, zeg maar. Die is nu helemaal vergaan, maar je kunt nog wel een verkleuring zien lopen. En die loopt helemaal door naar achteren. Dus je kan zien dat het een flinke kist is geweest. Want dit is nog maar de helft. Dus aan die kant zit nog een helft. En je ziet hier die zwarte vlekken. Dat is mogelijk een verstoring waar het graf mogelijk heropend is. Het zou ook kunnen zijn dat een dier hier een gat gegraven heeft. Dat moeten we nog nader vaststellen bij het verder verdiepen en uitwerken van de opgraving. Dat weet ik nu nog niet. Dat kan allebei. Een van de vrijwilligers is Sophie Vullings, student archeologie. Hoe ben jij bij deze Veldhovense opgraving betrokken geraakt? Ik ben uitgenodigd door professor Frans Theeuws, die docent is aan de Universiteit van Leiden. En
hij heeft mij gevraagd of ik hiermee naartoe wilde, omdat ik ook heel erg geïnteresseerd ben in vroegmiddeleeuws aardewerk. En, nou, ik heb meteen ja gezegd. Ik zag jullie net scheppen. Dat gaat met hele kleine schepjes tegelijkertijd. Hoe ga je het werk als je zo begint? Vaak wordt er eerst op het vlak wordt gekeken naar verkleuringen in de grond. En dan wordt daar al een eerste interpretatie aangegeven. En nou ja, bij graven wordt het dan het graf opgedeeld in segmenten. En dan wordt ieder segment wordt eigenlijk laagje voor laagje uitgegraven. Zodat alles per segment goed gedocumenteerd kan worden. En dan wordt er gewerkt met troffeltjes. Maar ook met een soort van tuinkappers. Om zo voorzichtig laagje voor laagje de grond te verwijderen, zodat je weet waar de vondsten zich bevinden. Ah ja, en dan, ik zag jullie ook al druk tekenen, dus alles wordt ook ingetekend? Ja, er wordt elke keer 10 centimeter naar beneden gegraven en dan wordt er een nieuw vlak aangelegd, wat dan weer mooi ingetekend wordt, zodat je een soort van plattegrond hebt. We staan hier bij de opgravingen van de middeleeuwse graven. En er is een open middag en er is behoorlijk wat volk op afgekomen. Dat moet wel leuk zijn, denk ik, ook als gemeente. Ja, dat denk ik wel. Hè. Het toont in ieder geval aan dat heel veel mensen geïnteresseerd zijn in de geschiedenis. Ja, en aangezien mijn eigen oorspronkelijke beroep geschiedenisdocent is, zal u niet verbazen dat mij dat deugd doet. Wat kunt u dan over die periode vertellen? Want als geschiedenisdocent... Nou, ik eerlijk gezegd, om te beginnen, ik ben zelf niet zo van de archeologie, maar ik vind het wel leuk om te zien. Ja, ik weet natuurlijk vanuit mijn vakgebied, overigens wel lang geleden, dat in de tijd van de Merovingen, de Karolingen, dat we dan praten over die periode 600, 700, 800 na Christus, dat de Franken naar deze contraien zijn gekomen, zich hier gevestigd hebben. Nou, dat soort informatie heb ik nog wel op het netvlies staan. Ja. Dit is onderzoek wat voor zilverakkers wordt gedaan. En dat betekent dus dat hier straks huizen komen te staan, dat dit afgedekt wordt en eigenlijk niks meer van te zien is. Nou, ik heb begrepen dat er in ieder geval zaken die opgegraven worden en die bewaard kunnen blijven, dat die natuurlijk wel bewaard zullen blijven. En inderdaad, hier komt volgens mij straks de zilverbaan te lopen, de weg. En in de buurt van de weg komt het eerste dorp van de drie dorpen, namelijk Heizakkers. En dan komen er inderdaad woningen, ja. En wordt er dan nog iets gemarkeerd van, nou, hier zijn graven geweest of zo? Een soort dat mensen kunnen zien dat hier ook echt iets geweest is? Nou, of ze er echt gaan markeren, dat durf ik zo niet te zeggen. Maar het wordt in elk geval wel heel goed gedocumenteerd. Hè, van wat heeft hieronder gezeten, wat is er precies geweest? Met het oog op het nageslacht en de geschiedschrijving. We zijn inmiddels ruim een week verder. De eerste keer dat ik hier was, was na 2 dagen graven bij de eerste openmiddag. Inmiddels is het weer dramatisch omgeslagen, want de eerste keer was het druilerig en amper 16 graden. Inmiddels straalt de zon van de hemel en is het plus 30 graden. De opgravingen beginnen op een einde te lopen. De verwachting is dat er nog een dag gegraven gaat worden en dat dan alles klaar is. Wat zijn de resultaten tot nu toe? Ja, we denken dat we graven van 2 families hebben gevonden. Je kunt daar 2 grote grafkuilen zien. En dat waren zeg maar de stichtersgraven, zo wordt dat wel genoemd. De eerste 2 graven van het grafveld. En die zijn heel rijk en opulent aangelegd. Die zijn heel groot, met ook mooie grafkisten erin. Ze waren ook bijna identiek, dus dat is heel bijzonder eigenlijk. Dat hebben we nog niet zo vaak gezien. In allebei lag een zwaard en een mooi aardewerken potje en een schild. En qua constructie waren die vrij identiek. Dat ze allebei een tweedelige kist hadden. Met aan de ene kant het lichaam van de overledene. En aan de andere kant dan de grafgiften. Dus dat, ja, 2 heel bijzondere stichtersgraven. En daaromheen liggen dan meer kleine grafjes. En die hebben niet zulke bijzondere grafgiften. En die zijn kleiner aangelegd met minder opulente grafconstructies. En dat zijn waarschijnlijk de opvolgende generaties van het grafveld. Van die 2 families. Oké, en die 2 grote graven, dat zijn dan mannen waarschijnlijk? Ja, we hebben geen skeletmateriaal, dus we kunnen niet zeker weten of dat mannen geweest zijn. Maar er liggen wapens in, dus we gaan ervan uit dat dat mannengraven geweest zijn, ja. En is het dan zo dat generatie op generatie de graven ook kleiner worden? Ja, in dit geval wel. En dat is bij grafvelden hier in de regio ook iets wat we vaker hebben gezien.
dat naarmate we in een latere periode komen, worden de grafjes sowieso kleiner. En ook is het vaak zo dat die eerste stichtersgraven dan heel groot zijn en dat ze daarna inderdaad wat kleiner worden. Ja. En wat zijn er verder nog voor objecten gevonden? Verder hebben we eigenlijk niet zo heel veel objecten gevonden. Er liggen hier overal wel ijzertijdscherven van de periode daarvoor, zeg maar. Toen was er hier ook al veel bewoning. Maar de andere graven hebben niet zoveel vondsten. Dus er zijn nog wat mesjes gevonden en gespjes en dat soort dingen, maar niet zo heel veel grafgiften. Oké, en die objecten uit de ijzertijd, zijn die in de graven erbij gelegd? Wij denken van niet. Nee, die liggen hier gewoon in de omgeving, liggen gewoon allemaal scherfjes. IJzertijd aardewerken en die zijn dan verspit met de grafvulling en zo zijn die daar dan terechtgekomen. Oké, maar dat betekent dus dat er in de IJzertijd hier ook een nederzetting geweest zal zijn dan? Ja, dat denken we wel. Ja waarschijnlijk wel. En er zijn ook wel huizen van gevonden, zeg maar niet direct hier, maar wel in de omgeving. Ja, ik sta hier nu dus op de bodem van het grootste stichtersgraf. En ja, je kunt zien dat het echt een gigantisch ding is. De grafkuil loopt helemaal van hier naar hier. En hier heeft dan de kist erin gezeten. Je ziet hier nog de kistlijn lopen, waar het hout is vergaan. En hier in de wand kun je een dwarsdoorsnede van het graf zien. En hier zie je een restje van de kistdeksel lopen. En hieronder zijn allemaal lagen van sediment waarmee het graf is opgevuld. En dan zie je hieronder heb je de bodem van het graf. Dat is ook een plank die is vergaan. Een zwarte rest heeft achtergelaten. En onder in het graf kun je dan nog hier uitstekende balkjes zien waar de kist op heeft gestaan. Dus het is echt een hele grote constructie zo. Over een tijdje zal hier de verlengde zilverbaan lopen. Toch een raar idee. Na al dat harde werken in de volle zon smaakte natuurlijk een ijsje prima.